Hallo allemaal en welkom bij de eerste tutorial van dit jaar 2020. En ik had zoiets van, ik ga gelijk goed beginnen. Ik ga mij focussen op de Riley-methode. En Andrew Loomis, ik heb een boek van hem, die beschrijft dat al een klein beetje. Je ziet hier de opbouw die Andrew Loomis gebruikt om tot inzicht te komen van hoe een gezicht nu eigenlijk is opgebouwd. En eigenlijk had ik dit boek al een jaar of drie. En met de kerst kreeg ik toen dit boek. En deze is van Nathan Foulkes. How to Draw Portraits in Charcoal. En hij beschrijft de Riley-methode iets uitgebreider. Er is geen specifiek boek over de Riley Abstraction, zoals dat heet. Dus het abstraheren van het gezicht. Maar in het boek van Nathan Foulkes wordt dit redelijk omschreven. En ik dacht, ik ga hier toch eens wat verder op in. Dus ik ben mijn eigen techniek hierin aan het ontwikkelen. Ik zal van iedere pose een studie maken. Vandaag doen we de front view. Dus het gezicht recht naar voren. En ik zal ook zorgen dat ik het ISBN-nummer van dit boek in de beschrijving zet. Want dit is echt een zeer waardevol boek voor diegenen van jullie die aan de gang willen met het portret tekenen. En het boek van Andrew Loomis, ook dat ISBN-nummer, zal ik vermelden. Ook die is erg fijn om te hebben. Dus geef jezelf een cadeau. En wat ook heel slim is om te doen, is om even een schetsboekje aan te leggen. Gewoon een goedkoop schetsboekje. En ik noem dit boekje dan de Abstractions van de Loomis en de Riley-methode. Nathan Foulkes, if you want. En wat ik mezelf ga aanwenden is dus het zien van abstracties, ritmes en de connecties tussen alle onderdelen binnen het gezicht. En dit boekje is net aan het opbouwen, maar hier kun je al zien wat mijn plan, de campagne is, zeg maar. Nummer 1 is natuurlijk de front view, die gaan we nu behandelen. Dan wil ik in week 3 de side view gaan doen. En dan in week 5 zo'n beetje het driekwart gezicht. Want we gaan nu eerst leren om die lijnen te zien. En volgende week gaan we die toepassen. Dus het wordt een heel uitgebreide manier om te leren portret tekenen. Hier zie je dus de front view abstracties. Hier zie je een driekwart studie. Hier ook weer een driekwart studie. Waar ik ook naar zal gaan zoeken zijn de grote vormen. Ook daar ga ik nog een heel hoofdstuk aan besteden. Dus een hele tutorial voor jullie. De grote vormen zien. Wat ligt er onder al die huid? Dus de schedel zal ik ook wat door laten schemeren. Hier zie je weer een studie front view. En als je goed kijkt, dan zie je die abstractielijnen allemaal terugkomen. En die geven je gezicht dan een heel mooi 3D effect. Oh, hallo. Dit is mijn zus Veronique. En die ben ik ook aan het schetsen via die abstractielijnen. Dus, maar die is nog niet af. Maar goed, wat zijn nou die Riley-methode, die abstractielijnen? Wat zijn dat nou precies? En hoe kun je hier baat bij hebben? Nou, je ziet hem hier. Het gemiddelde hoofd. En hier op de achtergrond een niet zo gemiddeld hoofd. Dat ben ik zelf. En ik heb mezelf in 3 poses gefotografeerd. Ik heb hier even een klein schetsje gemaakt van het gemiddelde. Maar waar ik het wil over hebben is het perspectief binnen 1 soort pose. En dit is dus een frontpose. Op mijn Patreon-pagina heb ik hier allemaal prints van gemaakt. En dan kun je dus ook 1-op-1 meetekenen. Maar ook die prints gebruiken om te oefenen.
Wat meteen al opvalt is de verhouding mondhoek-oorlel. Hier in de linkerfoto kijk ik naar beneden. En alle poses zijn zo goed als recht. Dus gelijk verdeeld. En in foto 1 is de neus-oorlelverhouding heel anders als in foto 2 en in foto 3, waar ik echt omhoog kijk. Dus het verschil tussen naar beneden kijken, recht kijken en naar boven kijken, dat wil ik in deze les gaan behandelen. Voel je vrij om foto's te maken van je eigen gezicht? Dat kan natuurlijk ook. En ga dan eens in de vorm van selfies deze drie poses benaderen. Waar ik natuurlijk eerst naar zoek is een contourlijn. En je ziet ook die middenaslijn. Die middenaslijn die zoeken we ook op. In foto 1 is die aslijn ietsje uit het lood. En ook dat leren zien is heel belangrijk. Dan zie je hier, hier zit eigenlijk een heel dik bot. Dat is dat bot boven je ogen. Waarmee je iemand een goede kopstoot kan verkopen. En die is verbonden aan die neusbrug. Verder, wat ook heel belangrijk is, is dat de ogen eigenlijk heel diep in de oogkassen liggen. En dat zijn een soort van pingpongballen, waar dan die iris weer op zit. Wat ik ook zie is die grote cirkel van dat voorhoofd. En in foto 1 kan ik niet de neus inkijken. In foto 2 kan ik echt de neus inkijken. En in foto 3 kan ik bijna mijn hersens zien zitten. Wat ik ook teken in alle drie de foto's, dat zijn de spieren rondom de mond en de kin zelf. Dat is ook een vooruitstekend botje. Dus die geef ik aan. Verder zijn de zijkanten van het hoofd afgevlakt. En hier teken ik ook wat hulplijnen. Dus dat gevoel van 3D, dus die lijnen die naar voren komen, dat kun je dan heel goed zien. Dan zie je verder de zijlijnen. Daar, dat zijn eigenlijk een soort van spierlijnen die je ziet. Dus die komen vanaf het oor en die gaan dan richting de kin. En dat is allemaal afgevlakt. Net als de zijkanten van het hoofd loopt dat dus weg naar achteren toe. Dan zie je hier een lijn en die loopt dan over de jukbeen erheen. En die verdwijnen dan richting de mondhoeken. Via een krul als het ware. Dus ook dat geeft weer de connectie. Dus hoe alles met elkaar verbonden staat. En die spieren die allemaal aanwezig zijn in het gezicht. En die dus ook de uitdrukking geven aan een gezicht. Ik heb hier allemaal een neutrale uitstraling aangenomen. Dus niet lachend of grimassend, gewoon relaxed. Dus ik heb mijn spieren zo relaxed mogelijk gehouden. Verder heb ik twee moedervlekken die ik blijkbaar nodig vond om in te tekenen. Even kijken hoor. Oh ja, en dan hebben we ook nog de spier die vanaf de oogkassen ook weer over dat jukbeen heen gaat. En dan weer richting de kin, En dat is dan die spier die zich samentrekt wanneer je lacht. En die zal dus veranderen. Ik kom daar in een andere les nog op terug. Maar dan kunnen we dus ook zien hoe de spieren het gezicht kunnen veranderen. Nou, dit was hem. Les 1 van de Riley Method. Ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben.
En dat jullie dit gaan volgen. Want volgende week gaan we dit dus toepassen. Dan gaan we dus echt een tekening daarmee maken. En misschien vind je het ook leuk om alle platen te gaan downloaden op mijn Patreon-site. Die is Engelstalig. Misschien zie ik je daar. In ieder geval, tot volgende week vrijdag en bedankt voor het kijken.